Een hele goede morgen nogmaals en welkom bij ons webinar. Mijn naam is Arthur Heijstek. Ik ben pre-sales consultant bij IT Creation en ik ben uw host vandaag. Wij hebben bij IT Creation een pre-sales team. Dat doe ik samen met twee andere collega's. Wat wij doen is wij inspireren en geven advies bij het bouwen van infrastructuur oplossingen. Dat is dan voornamelijk gericht op private cloud, maar ook wel een stukje hosted en managed services. En als ze naar mij vragen, ja Arthur, wat vind jij nou, wat is in jouw ogen nou ideaal aan een IT-omgeving? Dan zeg ik altijd, it depends. Met andere woorden, de ideale omgeving bestaat niet. Het hangt heel erg af van de situatie en de wensen en de eisen. En wij proberen daarin altijd zoveel mogelijk mee te denken. Voor de mensen die IT Creation niet kennen, hebben wij een mooie visual waarin we eigenlijk in één oogopslag laten zien wat wij doen. IT Creation voegt waarde toe aan het portfolio van Dell en VMware. Ten tijde dat deze slide gemaakt was, was dat nog één. Er zijn wat geruchten in de markt, maar volgens mij zijn de beloftes wel dat ze goed samen blijven werken. Dus wat wij doen op basis van dat portfolio, denken wij het een stapje extra mee. Kijken wij echt specifiek naar uw situatie. Kunnen we nog zaken als managed services toevoegen, monitoring of support. Wij kunnen zelfs het volledige beheer van uw omgeving overnemen, zodat u de ervaring van de cloud heeft. Zonder dat uw spullen daadwerkelijk in de cloud staan, zeggen we maar. We hebben een aantal mooie projecten ook gedaan in combinatie met VMware. Een voordeel daarvan is Vida XL. Daar hebben we bij een klant van Leeuwenbuis hebben we een VMware Cloud Foundation platform opgezet. Die klanten gebruiken dat naar tevredenheid. Deze webinar gaan wij nadenken over storage en wat specifieker over software-defined storage. En dan wil ik eerst wat uitdagingen bespreken als we kijken naar storage. De eerste is het ontwikkelen van software-defined. Steeds meer onderdelen binnen het datacenter worden aangestuurd en beheerst door software. Bijvoorbeeld is een networking waar we vroeger inderdaad in switches code aan het kloppen zijn. Zijn daar nu meer intelligente tools voor die gewoon zien welk IP-adres bij welk device hoort en op basis daarvan toegang krijgt. Ook op software zijn daar, of storage zijn daar ontwikkelingen over. Daar gaan we u zo meer over vertellen. Een tweede ding waar mensen veel tegen aanlopen als we een omgeving maken. En wij spreken dan met klanten en zeggen ja, mijn data groeit, maar ik weet niet precies hoe hard. Meestal valt het tegen, dan bedenk ik iets. En dan na 1 of 2 jaar later, dan is het toch veel harder gegroeid als verwacht. Ik wil wel dat hetgeen wat ik ga gebruiken, dat goed schaalbaar is. Zowel in capaciteit, maar ook in snelheid. Dat zijn zaken die niet altijd mogelijk zijn, waar je aan het begin goed over na moet denken. Management. We zijn gewend dat alles steeds makkelijker kan en gaat. We vroeger voor alles specialisten hadden. Wordt nu alles toch wat meer generalistisch. De ontwikkelingen gaan dermate snel. Dat mensen zelf dingen makkelijker kunnen doen, kunnen organiseren. We merken dat ook als we bijvoorbeeld kijken naar de public cloud. Ze doen er alles aan om het zo makkelijk mogelijk te maken. En ook daar zijn nog wel is nog wel wat winst te halen. En redundantie. Ook een belangrijk punt. We willen altijd, als we vanuit techniek kijken, willen we altijd zoveel mogelijk redundantie. We willen
kosten wat kosten voorkomen dat dat dingen uitvallen. Vaak komt daar wel een financieel plaatje bij kijken. Hoe meer redundantie, hoe duurder het wordt. Dus dat is altijd zoeken naar balans. Dat zijn wel eens lastige dingen waar zeg je de knip. Het is eigenlijk een soort verzekering. Hoe duurder het wordt, hoe meer er gedekt is. Maar ja, is dat het waard en hoe groot is de kans? En als laatste hybride infrastructuur en public cloud. Het is er, het blijft ook. En het heeft veel voordelen. Het heeft soms ook wat nadelen. Maar waarom niet het beste van twee werelden, dingen heen en weer kunnen halen? Nou, dit zijn allemaal zaken die spelen bij klanten en waar wij u wat meer over willen gaan vertellen. Om te beginnen hebben we een polletje voor u. Die gaat mijn collega nu in beeld zetten als het goed is. Ik zal ze even voor u voorlezen. Welke uitdagingen herkent u het meest waar we het net over gehad hebben? Is dat de ontwikkeling van software defined? De datagroei en de schalingsuitdagingen? Het storagebeheer? Misschien meer redundantie of juist het hybride deel? Wat spreekt u het meeste aan of waar zit u het meeste mee? En de volgende is wat uw kennisniveau is over VMware vSAN. Dan zijn we benieuwd of dat helemaal nieuw voor u is. Of u er al dingen over gehoord en gelezen heeft, maar nog niet echt mee gewerkt heeft. Misschien heeft u er al wel mee gewerkt of getest. Of misschien gebruikt u het zelfs in de praktijk. Ik geef u nog een enkel ogenblik om de vragen in te vullen. En dan gaan we door naar de volgende slide. Het vervolg van deze webinar ziet er als volgt uit. Naast mij zit Rob van VMware in deze sessie. Ik zal hem zo verder introduceren, maar wij gaan hem wat vragen stellen. Ik ben benieuwd hoe hij tegen bepaalde dingen aankijkt. Daarna gaat hij u wat meer vertellen over VMware vSAN, het product zelf. En we zouden het heel fijn vinden als u vragen heeft om die gewoon in de Q&A te zetten. Aan het eind hebben we wat tijd gereserveerd om daar nog met elkaar over na te denken. We zijn ook inderdaad heel erg benieuwd, welke dingen vindt u belangrijk, wat speelt er bij u? Voel u vrij om die in de Q&A te zetten en dan kunnen we daar aan het eind op terugkomen. Zoals gezegd, naast mij is het Rob Groenhuis in deze sessie. Rob is senior system engineer bij VMware, werkt daar al 13 jaar. De tijd dat ik nu bij IT Creation werk ik regelmatig met hem samen om te sparren over nieuwe dingen, de ontwikkelingen bij VMware. Rob is een echte engineer, zeggen we. Die zit dus met zijn handen aan de knoppen, met daar ook de bijbehorende certificaten en certificeringen. Voor de mensen die niet helemaal bekend zijn bij met de VMware-certificaten, dit is wel. Je moet weten wat je doet om deze certificaten te halen. Ik heb een paar vragen aan Rob. En als het goed is, Rob, hoor jij mij? Ik hoor je luid en duidelijk, Arthur. Helemaal goed. Hartstikke mooi. Hey, mijn eerste vraag aan jou is, waarom denk jij dat, wat is volgens jou de belangrijkste reden dat vSAN zo populair is? Nou, Arthur, er zijn natuurlijk meerdere redenen waarom vSAN populair is. En ik denk zelf dat het belangrijkste is het wat we dan noemen policy-based management. En dat klinkt wat moeilijker, maar dat is eigenlijk ook heel logisch. Hè? Want uiteindelijk ook willen we de VM ook de resources geven die ook nodig heeft. Dus we hebben verschillende soorten VM's. We hebben grote VM's, kleine VM's, belangrijke VM's, onbelangrijke VM's. En eigenlijk willen we dus ook de VM's de resources geven die ze nodig hebben om ook weer SLA's te kunnen halen. Dus dat is natuurlijk iets wat heel mooi is van vSAN. Verder kun je gebruik maken van standaard hardware, dus dat is weer wat voordeliger. Het beheer is makkelijker. Als je met vCenter kan werken van VMware, kun je ook met vSAN werken. Dus dat is natuurlijk heel,
heel makkelijk. En het is ook schaalbaar. Hè. De compute en storage die kunnen natuurlijk ook lineair uitbreiden. Dus uiteindelijk ook kun je met bouwblokken werken. En dat maakt het werken met de infrastructuur ook een stuk makkelijker. Ja, dankjewel. Dus ik inderdaad, het eerste puntje wat je zei, die policy-based management, vind ik wel interessant. Wat je natuurlijk dan doet, is dan zeker. Stel je echt de VM centraal, zeg maar. Je kijkt vanuit de VM, vanuit de functionaliteit. En je kijkt niet naar de mogelijkheden van de onderliggende hardware. Dat is niet het startpunt. Heb ik je dan goed begrepen? Klopt helemaal, inderdaad. En ik kom er straks nog even verder op terug. Hè. Dus uiteindelijk ook is het belangrijk dat je weet wat je hebt aan VM, zeg maar. Dat je ook weet wat je hebt aan hardware. En dat je dat zo goed mogelijk aan elkaar koppelt. En dan ben je ideaal bezig. Ja, helemaal goed, dankjewel. Hey, de volgende vraag. En dan speel ik natuurlijk een klein beetje advocaat van de duivel. Maar vind jij dat in VSAN in alle gevallen traditionele storage kan vervangen? En dan specifiek natuurlijk voor virtuele machines, niet voor fysieke. Ja, ik vind dat. He, want VSAN is natuurlijk heel ver schaalbaar en ook daar kom ik nog verder op terug. Dus we kunnen hele redundante systemen maken en ook hele snelle systemen maken. Dus uiteindelijk ook kan VSAN overal onder gaan liggen. En nogmaals, daar kom ik nog verder op terug. Ja, dankjewel. Wat is nou, wat jou, kijk, je zegt VSAN kan altijd traditionele storage vervangen. Maar wat is wat jou betreft nou echt de sweet spot van VSAN? Ja, nou goed, we zeggen sowieso net wat je ook al aangeeft, dat VSAN overal voor ingezet kan worden. Dus alle soorten workloads, dus gewone VM's, VDI-VM's, ook voor containers tegenwoordig ook. Maar wat makkelijk is in de praktijk is ook vaak VDI. Want dan kun je zeg maar, ik heb een bouwblok om bijvoorbeeld 50 gebruikers op neer te zetten. Ik krijg er nog 50 gebruikers bij, ik zet nog zo'n bouwblok bij. En ik krijg er nog 50 gebruikers bij, zet ik er weer zo'n bouwblok bij. Dus dan kun je heel makkelijk lineair gaan schalen. En dan weet je ook gewoon dat het goed gaat functioneren. Ja, helemaal goed, dankjewel. En dan ja, nog een beetje het is wel een lastige vraag. Als we nou kijken, VSAN is niet het enige software-defined storage platform. Er zijn er meer. Ik noem nu Nutanix of Storage Spaces Direct. Wat zijn nou essentiële verschillen van VSAN? Waarop... denk jij dat VSAN beter of anders is? Ja, daar kom ik ook nog uitgebreid op terug. Maar het belangrijkste is dat VSAN zit ingebakken in vSphere. En dat heeft een aantal voordelen. Het is snel, het is stabiel. En ook kost het heel weinig resources relatief. Dus daar waar je ziet dat andere vendoren zeg maar, misschien wel 20 of 30% capaciteit opeten. Omdat ze een aparte VM hebben voor hun storage verhaal. Ja. Is onze overhead misschien maar 5%. Dus dat is uiteindelijk ook veel efficiënter. En zoals gezegd, dus veel stabieler en veel sneller. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Dan wil ik me nog één keer virtueel tot de kijkers richten. En nogmaals, als jullie vragen hebben, ook voor Rob, gooi ze gerust in de Q&A. Hij wil ze graag beantwoorden. Dan wil ik nu het woord aan jou geven, Rob. Ik klik hem vast door naar de volgende slide. De floor is yours. Neem ons mee in VSAN. We zijn razend benieuwd. Ja, dankjewel Arthur. Ik heb ongeveer een half uur om wat verhalen te vertellen zeg maar, over VSAN. Dus ik beperk me even tot de hoofdzaken, denk ik, die interessant zijn voor jullie. En het verhaal begint natuurlijk altijd bij het Software-Defined Data Center. Dat is iets wat VM al bijna 10 jaar roept. Het Software-Defined Data Center lost eigenlijk al je problemen op. Omdat je alles softwarematig kan instellen. Dat gaat veel makkelijker en veel sneller. En software-defined storage is daar een onderdeel van. Nou, storage kun je op verschillende manieren op gaan slaan. Je kunt gebruik maken van een SAN of van een NAS, wat de meeste mensen ook zullen doen, dat is ook logisch. En je kunt gebruik maken van cloud storage. En je kunt ook gebruik maken van hypervisor converged storage pools, zoals dat heet. Dus van interne storage die in die servers zit. Dan heb ik nog geen controle, denk ik, over de slide. Goed is wel, ja. Nu wel, helemaal goed. We hebben dus het Virtual Data Plane. Daarbovenop zetten we onze Virtual Data Services. Dat is eigenlijk het sausje wat VMware eroverheen gooit. Om storage eigenlijk beter te maken, sneller te maken, betrouwbaarder, veiliger te maken. Al dat soort zaken. Dus we kunnen eigenlijk de storage mogelijkheid wat gaan verrijken vanuit VMware. En dan komen we eigenlijk weer terug op het verhaal Policy Driven Control Plane, zoals het heet. Dus we willen eigenlijk alle VM's kunnen geven wat zij ook nodig hebben. Om uiteindelijk ook de optimale SLA te kunnen halen. Nou, dat doen we niet alleen. We werken natuurlijk samen met alle grote hardware-vendoren. Alle storage-vendoren natuurlijk in de wereld.
En we hebben hele mooie API's, die storage API voor storage awareness. De VStorage API voor array integration, voor I/O filtering, echt allemaal hele mooie API's. Hè? Ook de data protection bijvoorbeeld, om samen te kunnen werken met de verschillende storage vendoren, om uiteindelijk ook die integratie maximaal te kunnen gaan maken. En we gaan het vandaag hebben over VSAN. Wat is eigenlijk het idee van VSAN? Dat is dat we storage willen gaan ombouwen, zoals we ook compute hebben omgebouwd. Inmiddels alweer 20 jaar geleden dat we met vSphere bezig zijn. Dus waar gaat het om? Het gaat om snelle en simpele provisioning. Dus snel willen we een stuk storage kunnen aanbieden voor een VM. We willen ook automatisch kunnen self-tunen, zoals dat heet. Dus ook onze backend weer recht trekken als dat nodig is. Dus zoveel mogelijk balans overal in aan kunnen brengen. En uiteindelijk ook gaat het om application-centric control, zoals het heet. En dus die applicatie is belangrijk. Die applicatie moet zijn SLA halen. En als je een SLA wil halen, dan heb je ook een OLA nodig, zoals dat heet. Dus de onderliggende resources moeten genoeg zijn om uiteindelijk ook de VM zijn ding te kunnen laten doen. Dus daar moeten we eigenlijk vanuit gaan en daar ook ons product op aanpassen. Nou, wat ik al eerder aangaf bij de vragen van Arthur is dat vSphere dus heel belangrijk is voor VSAN. Want VSAN ligt of zit eigenlijk in vSphere ingebakken. En dat geeft natuurlijk een heel groot voordeel. We weten wat voor vlees we in de kuip hebben. We weten wat voor hardware eronder ligt. We weten ook wat we nodig hebben, zeg maar, voor de VM's die er bovenop drijven, noem het even. En we kunnen dus ook de resources die we hebben optimaal gebruiken om in te zetten, zeg maar, voor onze VM's. Dus dat is een hele mooie positie die we daarin hebben. Dus dat geeft snelheid, stabiliteit. Dan heb je eigenlijk dus ook de ideale omgeving gekregen. Dus ook, met weinig overhead ook weer. Nou, ga je kijken wat de concurrentie van VSAN doet. En dan zie je daar dus een losse storage virtual appliance. Nou, dat is eigenlijk een soort U-bocht constructie die je dan moet gaan doen. Nou, dat is dus wat wij expliciet niet willen. Hè, want het kost 30% van je resources, zeg maar, om dat op deze manier te gaan doen. En wij vinden het dus een veel strakkere manier om dat rechtstreeks vanuit een hypervisor te doen. Nou, dan een tweetal slides over de markt. Wat doet de markt? Hè? Wat verwachten eigenlijk de analisten? En de analisten zijn natuurlijk als IDC, Gartner en Forrester en dat soort clubs. Die zien ook dat de komende jaren er steeds meer gebruik gemaakt zal gaan worden van software-defined storage. Traditional storage zien we steeds verder afnemen de komende jaren. En voor HCI, dus hyper-converged infrastructure, zien we VSAN steeds verder toenemen. En ook voor hyperscalers, dus voor grote datacenters, zien we ook steeds meer gebruik gemaakt worden van VSAN. Dus het is de toekomst. En we gaan steeds meer naar software-defined storage in de vorm van VSAN bijvoorbeeld. Nou, kijken we dan naar VSAN in de markt. Dan zien we dat daar een aantal spelers zijn. Nou, Cisco en Nutanix zien we onder andere. Dus de rest van de markt. Maar we zien dat VMware op dit moment al meer dan 40% van de markt heeft. Dus VSAN van VMware is wat dat betreft wel het meest gebruikte product voor storage virtualisatie in de hele markt. Nou, dan eigenlijk het verhaal waar het allemaal om gaat. Wat is VSAN nou eigenlijk precies? VSAN is een software-gebaseerde oplossing die door VMware helemaal bedacht is. Dus het is niet een acquisitie die we van een ander bedrijf overgenomen hebben, maar echt iets wat we zelf helemaal opgebouwd hebben. Nou, wat doe je dan? Je hebt een cluster. Het cluster heeft een aantal schijven. Draaiende schijven, dat zijn een aantal SSD-schijven. Die ga je samen bundelen tot één VSAN aggregated data store, zoals dat heet. Dus één grote pot met storage die je dan kan gaan gebruiken voor VM's die in het cluster zitten. Nou, het levert een lagere total cost of ownership op. Dat heeft de Tanjita Group al bepaald voor ons. En dat is ook een document wat je eventueel kan gaan lezen. Wat is het eigenlijk? Het is een scale-out storage built into the hypervisor. Gaf ik al even aan. VSAN zit keihard in vSphere ingebakken met alle voordelen van dien. Het werkt altijd op basis van SSD-schijven voor de cache en dan capacity-schijven, wat dan draaiende harde schijven kunnen zijn, of ook SSD's. En dat is ook iets wat we eigenlijk steeds meer zien. Op het moment dat we dus een all-flash VSAN hebben, dan heb je eigenlijk ook weer de voordelen dat je dingen als RAID 5, RAID 6, compressie, deduplicatie kan gaan gebruiken. Dus uiteindelijk ook de meerprijs van SSD's, die heb je heel snel terugverdiend. En je hebt dan ook weer een veel sneller VSAN gekregen. Dus eigenlijk praten we alleen nog maar over all-flash VSAN tegenwoordig. Nou, het gebruikt standaard componenten. Dus die zijn natuurlijk voordeliger als dat je speciale componenten van storage vendoren gaat aanschaffen.
Het is gebaseerd op high performance en resiliency, zoals dat heet. Dus we kunnen snelheid gaan winnen door te gaan stripen, dus meer schijf gelijktijd te laten werken. En we kunnen redundancy opbouwen met de verschillende rate-vormen. Rate 1, daar gaan we standaard vanuit, dus met mirroring, dat we op meerdere plekken schijven gebruiken om data dubbel op te slaan. In het geval dat er wat misgaat, dat je in ieder geval ook niet kwijt bent. En zoals ik ook al aangaf, hebben we vCenter Integrated Management. Dus als je met vCenter kan omgaan, dan kun je ook met vCenter omgaan. Het is gewoon een tabblad en dan zie je gewoon je vCenter staan. Dus het is heel makkelijk te bedienen. Nou, om het even te visualiseren, wat doe je nou eigenlijk met vCenter? Je maakt een shared data store. En je kan dat doen binnen een cluster van 3 tot 96 nodes tegenwoordig. Dan heb je al de allernieuwste versie van vSphere nodig. Dus je kan klein beginnen en je kunt het ook weer steeds groter gaan maken. De cache is natuurlijk altijd flash. Dat zijn SSD's of NVMe's of wat dan ook. En de capacity, dat kunnen draaiende harde schijven zijn of SSD, wat dus eigenlijk ook het meeste voorkomt. Dus we maken altijd onderscheid tussen cache schijven en capacity schijven. De cache slaat niks op. Althans niet de capaciteit die je uiteindelijk ook opslaat. Die is puur voor de versnelling. En de capacity, dat zijn dus de schijven waar je ook daadwerkelijk de data op gaat opslaan. Hoe werkt dat dan? Je gaat eigenlijk ook binnen een cluster van die 3 tot 96 nodes ga je eigenlijk al je schijven ga je bundelen tot één vSAN shared data store. En daar komen dan alle VM's op te staan van het cluster. Nou, die VM's die lijken misschien hetzelfde, maar die zijn natuurlijk allemaal verschillend. Je hebt grote VM's, je hebt kleine VM's, je hebt hele belangrijke VM's, die dus ook extra redundant moeten zijn. En je hebt VM's die moeten juist extra snel zijn, omdat daar misschien een hele belangrijke database achter hangt. Er kunnen allerlei soorten VM's zijn. En die VM's moeten dus ook de resources krijgen die zij nodig hebben om uiteindelijk ook zo efficiënt mogelijk bezig te zijn. Dus waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om die policies. Dus eigenlijk de capacity, hoe groot is de storage die je nodig hebt. Dus hoeveel storage wil je gaan toebedelen is natuurlijk heel belangrijk. Wat moet de performance daarvan zijn? En wat moet de availability daarvan zijn? Dus dat is eigenlijk de nieuwe manier waarop je omgaat met dat policy-based management. Dus dat is voor sommige mensen wel een beetje omschakelen natuurlijk. Hè? Want uiteindelijk ook dan denk je vanuit je storage. En nu denk je dus vanuit je VM's. En je wil dus ook geven wat de VM nodig heeft. En dus eigenlijk hebben we niks meer te maken met LUNs en met volumes. Ja, dat klinkt heel vreemd. Je hebt eigenlijk één grote bak met capaciteit. En die capaciteit kun je gaan verdelen tussen de verschillende VM's. Nou, die VM's die ga je dus policies toebedelen zoals het heet. Nou, die policies, daar kan ik even snel doorheen gaan. Wat zijn dat dan voor policies? Belangrijkste policy is altijd de number of failures to tolerate. Hoeveel mag er misgaan voordat je dan je data kwijt bent? Want dat is natuurlijk iets wat je zeker niet wil. Dus standaard maken we gebruik van rate 1, mirroring. Dus twee keer wordt alle data standaard weggeschreven. Maar je kunt dat dus verhogen naar 3. Je kunt zeggen, maar ik wil dus uiteindelijk ook 3 kopieën hebben. Dus ik wil uiteindelijk ook dat 4 keer de data weggeschreven wordt. Dus dan kan er op 3 vlakken kan er wat misgaan. Dan heb je nog steeds al je data. En dat kan heel belangrijk zijn voor VM. En die je echt niet kwijt wil. Dan kun je die redundantie kun je in ieder geval dus opvoeren tot maximaal 3. En dat je 3 extra kopieën hebt voor het geval dat er iets mis zou kunnen gaan. Dus dat is wel heel, heel fijn. Nou, dan heb je number of disk stripes per object. Dus hoeveel stripes, hoeveel schijven wil je naast elkaar gebruiken. Om uiteindelijk ook meer IOPS te krijgen. Meer snelheid te krijgen voor je VM. Nou, dan kun je eventueel gebruik maken van rate 5 of rate 6. Daar heb je uiteraard alweer genoeg nodes voor nodig. Met 3 kan je dat niet doen. Dan heb je er al 4 nodig of je hebt er al 6 nodig. Of meer natuurlijk. Dan kun je dus ook die rate 5 en rate 6 gebruiken. Dan ben je natuurlijk wat efficiënter bezig met je capaciteit. We kunnen een IOPS limit kunnen we aangeven. Dat wil zeggen dat je dus kunt voorkomen dat één VM te veel IOPS wegpakt. We noemen dat het noisy neighbor effect. En dat als je dus met meerdere VM's zeg maar, in die shared data store zit en eentje pakt alles weg, dan heeft de ander niks meer. Dan wordt de ander natuurlijk heel traag. Dus je kunt er een limiet op zetten om te voorkomen dat iedereen dat er één VM is die alles wegpakt. Nou, dan kunnen we nog disable object checksum doen. Nou, die moet je in principe gewoon aan laten staan, tenzij je natuurlijk software hebt die dat zelf voor zijn rekening neemt. En we hebben dus object space reservation. Thick provisioning staat standaard op 0. Dus we gaan alles thin provisionen. Maar dan is het nog prettiger als je natuurlijk een stuk kan reserveren voor een bepaalde VM. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik wil 50% reserveren. En er wordt dan ook weer rekening gehouden met de vrije ruimte die je nog hebt. Nou, dan hebben we nog flash read cache reservation. Dus we kunnen de flash read cache kunnen we dus gaan aanpassen. Die wordt normaal gesproken, net zoals bij alle andere dingen van VMware, wordt die automatisch geregeld. Maar je kunt dus een bepaalde VM meer read cache geven. Bijvoorbeeld een belangrijke database die dus heel veel reads doet.
Die kun je extra cash geven, maar dat gaat dan weer ten koste van andere VM's. Dus je moet daar wel heel spaarzaam mee omgaan en eigenlijk ook precies weten wat je aan het doen bent. En dan hebben we nog een Forced Provisioning Flag, zoals die heet. Dat noem ik altijd de doordrukvlag. En je kunt dus bepaalde policies op een VM zetten. En je hebt zoveel stripes en zoveel redundancy. Nou, dan kan het zijn dat hij het niet haalt, omdat hij te weinig schrijver heeft. Moet je dan toch die VM die storage geven? Nou, dat kun je aangeven. En dus je kunt zeggen, sorry, ik kan niet leveren wat je vraagt. Of je zegt, nou, ik probeer het en met de riemen die ik heb zo goed mogelijk te doen. En als er meer capaciteit komt, dan kan ik alsnog die policy weer nodig gaan maken. Dus dat kun je doordrukken als je dat zou willen. Ik probeer door te klikken, maar... Hij doet het niet meer, hoor. Ik zal hem voor je... Nou, oké. Eentje terug, denk ik. Ja. Nou, die storage policies, we hebben dus een standaard policy. En standaard is ook rate 1 mirroring. Dus we maken in dit geval maken we storage aan voor een VM'tje. Nou, die maakt dan een mirror aan. Dus die schrijft op de ene node schrijft hij dat weg en op de andere node schrijft hij ook hetzelfde weg. Dus alles standaard, heel makkelijk. Provision zeg maar van een stuk storage voor een VM. En dat kan het natuurlijk zijn dat je zegt van nou, ik wil dat gaan versnellen. Ik wil meer snelheid gaan krijgen. Dus ik wil mijn policy gaan aanpassen. Want ik heb meer IOPS nodig. De VM moet sneller gaan draaien. Kun je dat on the fly aan gaan passen. En die policy wordt dan zeg maar onder water ook voor de VM aangepast. En in dit geval. En dan had je dus een strijk van 1. En nu wordt het een strijk van 2. En wordt dat dus onder water aangepast. Zonder dat de VM down gaat. En dan wordt dus die policy aangepast. En dan heb je dus snellere storage gekregen voor deze VM. Dus dat kun je heel makkelijk doen. Ja, je kunt op ieder moment die policies gaan aanpassen. En het systeem past dat voor jou aan. Zonder enige downtime. Dus dat is wel heel, heel prettig. Nou, ik heb het al even gehad over de write and read cache. Natuurlijk ook heel belangrijk. We hebben dus die cache tier en die capacity tier. Daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen een hybride situatie. Dus waarin je dus gewoon draaiende harde schijven hebt. Of je hebt een all-flash situatie. Waarbij je eigenlijk alleen maar SSD's hebt. Heb je dus een hybride situatie, dan heb je 30% write cache en 70% read cache. En heb je all flash, dan heb je 100% write cache en 0% read cache. Want voor een all flash heeft het geen zin om daar read cache tussen te zetten. Want die SSD's die zijn dan zo snel een extra cache laag. Dat is eigenlijk alleen maar zonde van de capaciteit die je hebt. Dus dat moet je niet doen. Dus VSAN schrijft altijd weg naar de cache. De cache schrijft bijvoorbeeld zeg, naar de opslag schrijven, zeg maar. Het geval van lezen gaan we dus eerst kijken of het in de cache staat. Dus of het hot is, zeg maar. Staat het niet in de cache, dan gaan we het alsnog zeg maar, vanaf de schijven lezen. Zeg maar. Dus eigenlijk op de meest efficiënte manier wordt het omgegaan met lezen en schrijven. Altijd schrijven naar de cache en lezen dus vanuit de cache of rechtstreeks naar de schijven. Nou, hoe werkt VSAN dan precies? VSAN is een cluster level feature, zoals het heet. Heb je bij VMware een cluster, dus een groep van hosts, dan heb je daar natuurlijk een aantal functies bij zitten, zoals DRS, dat je automatisch vMotions kunt gaan doen binnen zo'n cluster. Je kunt HA gaan doen, dat als een host uitvalt, dat een andere host dat dan weer overpakt. Dat zijn de standaard cluster features bij VMware. En voor VSAN geldt eigenlijk hetzelfde. Dus je hebt een cluster en je zegt, nou goed, ik zet DRS aan, ik zet HA aan en ik zet ook VSAN aan. En dan heb je dus ook, zeg maar, VSAN aangezet binnen je cluster. Dus dat is heel makkelijk. Nou, dat kun je doen op een automatische manier. Dus dat die automatische cache en capacity schijven aanwijzen. Je kunt dat ook eventueel handmatig doen. Dat je zegt, nou, ik wil die schrijven voor cache en die schrijven voor capacity. Nou, dat kun je eigenlijk allemaal gaan tweaken en tunen zoals je dat wil. Maar het is heel makkelijk. Het is één vinkje. En dan heb je VSAN aangezet. En daarna kun je dus verder gaan aanpassen als je dat zou willen. Even kijken, nou... Ja, hij deed een beetje gekker op voor mij. Heb je hem weer terug? Heb ik hem terug? Even kijken. Kan ik nu terug op? Ik heb hem nu voor je teruggeklikt. Even terug waar ik vandaan kom. Want ik kan zo niet terug. Oké, ik ga hem even voor je terugzetten. Deze was je toch?
Ja, ik denk het wel. Dan pak ik hem hier gewoon even op. Dus waar begint eigenlijk altijd het verhaal? Je gaat een policy ga je definiëren. Nou, er is altijd één standaard policy, dat is gewoon mirroring. Dus die standaard policy kun je gewoon gebruiken om twee standen te beginnen. En daarnaast kun je natuurlijk nog allerlei policies aan gaan maken. Er zijn natuurlijk klanten die zeggen, ik ga 10 policies aanmaken, dat heeft geen zin. Dus in de praktijk heb je meestal maar 1 of 2 of 3 policies die je wil gaan gebruiken, afhankelijk van de soort VM's die je wil gaan gebruiken. Dus je kunt hier precies aangeven wat je wil. Het is de number of disk drives per object, de flash request reservation in principe allemaal aangegeven. En ja, uiteindelijk komt het erop neer van hoeveel snelheid en hoeveel redundancy wil je hebben. Dus daar kun je gewoon een aantal smaken in gaan aangeven. Nou, wat ga je dan vervolgens doen? Je gaat een virtuele machine ga je aanmaken. Nou, zoals je normaal gesproken altijd een virtuele machine aanmaakt. En dan moet je aangeven wat voor storage je precies wil hebben. Nou, dan geef je aan, ik wil FaceTime gebruiken met die bepaalde policy. In dit geval is het FTTS3. En dan vul je de tolerance 3, dus ik wil overal 4 kopieën van hebben. Dan kunnen er dus 3 dingen fout gaan en dan heb je nog steeds al je data. En dan uiteindelijk ook, dan wordt er gekeken naar die VM of de situatie compliant is. In dit geval is die compliant, dus dan heeft ja, de VM ook precies de policy gekregen die gevraagd is. En dan is alles onder controle. In dit geval, dan ben je dus beschermd tegen 3 failures. Dus dan ben je ook redelijk zeker dat alle data ook gewoon behouden blijft. Nou, wat we ook wel even aangaven is dat je kunt elastic lineair gaan schalen, zoals dat heet. Dus je kunt klein beginnen met FaceSAM. En je begint in principe altijd met 3. En je kunt ook met 2 beginnen, dan heb je 2 nodes en witness. Maar 3 is eigenlijk gewoon het normale waar je mee begint. En we zeggen zelfs 4, dan heb je ook wel eentje extra, eentje redundant. Dat is nog net iets beter. Maar in principe beginnen we altijd met 3. En je kunt zeggen, ik heb 3 nodes met daarin cache tier en capacity tier. En die beginnen bijvoorbeeld met 10 terabyte. En ja, die ga ik dan voor de rest ga ik die uitschalen. Dat zou kunnen. Je kunt zeggen, ik ga meer nodes toevoegen. Dus ik heb 3 nodes, ik ga naar 4, 5, 6, 7 nodes. Nou, misschien tot 96 nodes tegenwoordig. Dus, en dan krijg je dus meer capaciteit. Bijvoorbeeld tot 500 terabyte kun je ervan uitbouwen. En je krijgt ook meer IOPS. Omdat je natuurlijk ook weer grotere stripes kan maken. En meer schijven naast elkaar kunt laten werken. En uiteindelijk ook kun je dan ook nog een scale-up gaan doen. Dus zeg maar, ik ga meer schijven toevoegen aan het systeem. Hangt natuurlijk een beetje vanaf hoeveel schijven daarin kunnen. Per node kunnen er in principe, wat betreft VMware, kunnen er 5 cache devices in en 35 capacity devices. Dus je kunt dus nodes gebruiken tot en met 40 schijven. En als je dat dan uit gaat rekenen met die nieuwe grens van 96 nodes die we kunnen gaan gebruiken, kunnen we tot 50 petabyte, kunnen we uiteindelijk ook een FaceSAM van maken. Dus dat is echt wel ontzettend groot FaceSAM. Dus eigenlijk ook de sky is the limit, er zijn geen limieten. Je kunt met 3 beginnen en uiteindelijk tot 96, dus door gaan bouwen. Hoe ga je dan dus een FaceSAM cluster laten groeien? Zoals gezegd, je begint bijvoorbeeld met 3. En je hebt dan je FaceSAM Aggregated Data Store, zoals dat heet. En dan kun je zeggen, ik heb daar een 4e node bij. Dan wordt je FaceSAM groter en je FaceSAM Aggregated Data Store wordt ook weer groter. En je zet er een 5e node bij, dan krijg je ook weer mee FaceSAM. En je kunt er zelfs op een gegeven moment ook voor kiezen dat je zegt, ik zet er een 6e node bij, die zelf geen capaciteit heeft. Dat zou ook nog kunnen. Dat is een compute-only node, noemen we dat. En die node die kan dus ook gewoon meedraaien in het FaceSAM. En dus die doet ook mee aan de FaceSAM policies die je hebt gedefinieerd. En die kan dus ook gebruik maken van de storage binnen het FaceSAM, maar die heeft zelf geen storage. En op deze manier kun je toch een FaceSAM cluster maken waarin niet iedere node ook capaciteit heeft. Dus je hebt altijd minimaal 3 nodes nodig die dus die capaciteit leveren. En dan kun je daar nodes met of zonder capaciteit aan gaan toevoegen. En dat kun je dus doorbouwen, zoals gezegd, tot 96 nodes. Dus je kunt er heel ver in gaan. Dan kun je dus een FaceSAM laten groeien. Je kan hem ook gaan inkrimpen. Ja, hoe ga je dat dan doen? Want je hebt natuurlijk een cluster met storage wat overal opgedeeld is. Dus hoe kun je dan eventueel een node gaan weghalen? Nou, dat kun je op 3 verschillende manieren doen. Je kunt zeggen, ik doe een full data migration. Dus ik ga zorgen dat alle storage die op die node staat, die ik weg wil gaan halen, dat die ergens anders terechtkomt. Dat ook de VM's die erop draaien ook ergens anders terechtkomen. Dus dan krijg je dus allerlei vMotions krijg je dan. De data wordt gemigreerd. En dan kun je dus ook een node vrijspelen om die eruit te gaan halen. En dat zou kunnen als die kapot is bijvoorbeeld. Of als die vervangen moet worden door een snellere bijvoorbeeld. Zou allemaal kunnen. Dus de full data migration kunnen we een node helemaal vrijspelen om die ook weer eruit te kunnen halen. Dat
kunnen we nog een node data migration doen. En dan gaan we dus ook zeggen, nou, dan gaan we de VM's gaan we migreren, maar de storage gaan we niet migreren, want in principe heb je toch wel die redundancy. Dus als we even tijdelijke noden eruit willen halen, omdat er een nieuwe voeding in moet bijvoorbeeld, dat zou kunnen, of een nieuwe netwerkkaart of nog andere onderdelen erin, dan kunnen we zeggen, nou, dan halen we er even eentje uit. We gaan wel de VM's hosten, maar we gaan niet de data migreren, want die data valt ook nog wel ergens anders op. Dus dan kunnen we eventjes een paar minuutjes eruit halen en dan weer terugzetten. En dan wordt ook die redundancy weer teruggebouwd, dat zou kunnen. En we hebben nog een optie, dat heet dan Ensure Accessibility. Dat wil zeggen dat we dus een node eruit gaan halen. En dat we eventueel dus VM's die dus een policy hebben met een failure to tolerate van 0, dat zou ook nog kunnen. En dan heb je dus VM's die maar op één plek de data opgeslagen hebben. En als dat nou precies de plek is van die node die je eruit gaat halen, dan moet alleen die data even ergens anders neergezet worden, dat je in ieder geval alle data nog kan benaderen, ook als je een FTT van 0 zou hebben in je omgeving. Dus dat kan ook. Nou, dan als er wat misgaat binnen FaceSun, dan wordt dat allemaal automatisch opgelost. We zeggen dus, we hebben een degraded event. Dus als een SSD kapot gaat, of een HDD gaat kapot, of een controller gaat kapot, ja, dan ben je dus je data kwijt. Maar die data staat als het goed is ook nog ergens anders. En dan gaat hij dus opnieuw zijn redundancy opbouwen. Dus hij gaat zichzelf repareren, zeg maar, om ook weer aan die policies te kunnen gaan voldoen. Dus ben je een node kwijt en je hebt bijvoorbeeld een FTT van 2. En toevallig is dat nog maar een FTT van 1 geworden. En dan gaat hij dus ook die kopie weer maken op een andere node. Om uiteindelijk te zorgen dat die policy weer gehandeerd wordt. Nou, je kunt ook nog een absent event hebben. Op het gebied van networking of een netwerk interface card of een host. Dus op het moment dat je een node even kwijt bent. Dat iets met netwerk is bijvoorbeeld. Dan gaat hij even wachten. Hij gaat standaard 60 minuten wachten voordat hij iets gaat doen. En als na 60 minuten het netwerk of de netwerkkaart of de host niet terug is, dan gaat hij dus een recovery operatie doen. Om te voorkomen dat je een soort split brain gaat krijgen. Je zegt, nou, netwerkkabel is er even uit en nu gaat hij rebuilden. Ik moet toch maar weer terug enzovoort. Nou, dat wil je ook niet. Dus als er iets absent is, dan gaat hij even wachten. Nou, dat is standaard 60 minuten. Mag je verlagen naar 30 minuten als je dat een beter gevoel geeft. Maar ik zou adviseren om alles zoveel mogelijk op dezelfde instellingen te laten staan. Nou, dan hebben we ook nog het event van unplugging drives. Dus, oh shit, ik trek er een schijf uit. Maar als dat gebeurt, dan is er ook niks aan de hand. Dan gaat hij ook wachten 60 minuten tot die schijf weer teruggezet is. En dan gaat hij de boel ook weer corrigeren. Maar dan heb je in ieder geval geen downtime gekregen. Dus dat ontvangt hij allemaal zelf. Nou, dan wat features die in de loop van de jaren voorbij zijn gekomen. Met Vizware 5.5 zijn we begonnen met FaceSun. En eigenlijk zijn er steeds meer dingen bijgekomen. Dus ik haal er even een paar highlights uit. Het belangrijkste bij FaceSun te weten is ook wat een fault domain is. Stel dat je 4 racks hebt. Dan kun je zeggen, ik ga daar FaceSun op zetten. En mijn VM staat op rack C. Met 2 kopieën staan op andere nodes. In dit geval staan ze allebei op rack B. En ik heb dan ook nog een witness die staat toevallig op rack C. Stel dat er iets gebeurt met rack B, dan ben ik 2 kopieën ben ik in 1 keer kwijt. Dat is natuurlijk wat je niet wil. Dus met fault domains kun je dat gaan oplossen. En dan kun je ook zeggen, nou, rack A, B, C en D zijn aparte fault domains. Dus als ik 2 kopieën wegschrijf, mogen die niet op hetzelfde fault domain komen. En valt nu rack B weg, dan heb ik nog steeds alle data voor mijn VM beschikbaar. Dus dan heb ik gewoon een hogere beschikbaarheid gekregen door slim om te gaan met die fault domains. Mag ik je daar even kort over vragen, Rob, die fault domains? Ja. Ik zag een heel mooi plaatje met ontzettend veel nodes erin. In de praktijk zien we ook best wel veel wat kleinere clusters. Mm-hmm. Weet jij zo wat het minimale is wat je aan nodes moet hebben om dit te kunnen optuigen? Ja, uiteraard. Je hebt altijd 3 fault domains, dus 3 nodes nodig. Of 2 nodes en een witness. Maar je hebt altijd 3 fault domains minimaal nodig. Maar als je er meer hebt, is het natuurlijk beter. Ja. Dan kun je natuurlijk toch je risico's beter spreiden, zeg maar. Ja, dankjewel. Oké. Dan hebben we nog een stretched cluster. Dat is ook een speciale vorm van FaceSun. Bij een stretched cluster dan trekken we eigenlijk ook 2 datacenters uit elkaar. En wat je met die stretched cluster doet, is dat je dus eigenlijk in stereo wegschrijft. Hier heb je dus ook weer 3 fault domains. In een stretched cluster schrijf je in stereo weg en je leest vanaf 1 site. Dus het voordeel hiervan is dat je dus een hele redundant opstelling kan gaan maken. Alles wordt naar allebei de sites weggeschreven. En mocht er met een van beide sites wat gebeuren, dan worden de VM's naar de andere kant opnieuw opgeracht via HA. En alle data is er ook al beschikbaar, dus dan kun je daar ook in mee doorgaan. Dus dit is een hele mooie disaster recovery oplossing in combinatie met FaceSun die je kunt gaan gebruiken. Nou, dan hebben we ook nog een robo-mogelijkheid, heb ik ook al even genoemd.
Als je dus een nevenlocatie hebt en je hebt daar bijvoorbeeld twee nodes, en dan kun je dus ook gebruik maken van twee nodes en één witness. Die witness kan je dan op de hoofdlocatie zetten en die twee nodes zet je op de nevenlocatie. En dan heb je ook weer je drie fault domains gekregen. En op die manier kun je dus ook FaceTime draaien op een mini-cluster van twee nodes. En dan is ook alles precies volgens het boekje. En dan heb je ook een redundante omgeving gekregen die dus ook vanuit de centrale locatie weer bestuurd kan worden. Nou, dan hebben we met VSAN 6.2, dat is bij PCR 6.0 update 2, is dat hebben we deduplicatie en compressie geïntroduceerd. Je hebt altijd all flash nodig. Dus heb je SSD schrijven of NVMe of wat dan ook, dan kun je gebruik maken van deduplicatie en compressie. En dan kun je dus ook veel meer data zeg maar, op je VSAN gaan plaatsen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor RAID 5 en RAID 6. En we noemen dat erasure coding bij VSAN. Je hebt al minimaal 4 nodes nodig voor RAID 5 of minimaal 6 nodes nodig voor RAID 6. Dus die deduplicatie, compressie, RAID 5 en RAID 6 kun je dus gebruiken uiteindelijk ook om 10 keer zoveel data zeg maar, op je schijf te kunnen gaan zetten. Dat je dat natuurlijk allemaal in combinatie kunt gaan gebruiken. Dus vandaar dat ik ook aangaf dat all flash VSAN eigenlijk het meest toegepast wordt momenteel. Nou, we kunnen eventueel ook iSCSI support aanbieden. Heb je nog een host, bijvoorbeeld een Oracle server, die je ook op dat VSAN wil aansluiten, dat moet dan een fysieke host zijn. En dan kunnen we ook een iSCSI initiator aanbrengen, zeg maar, om uiteindelijk ook via iSCSI die fysieke workload ook met VSAN te kunnen koppelen. Dus dat kan in een aantal use cases ook heel interessant zijn. Nou, dan hebben we in 6.6 hebben we dan nog een stretch cluster met die local failure protection hebben geïntroduceerd. We zagen net eigenlijk ook de stretch cluster. Daar heb je twee locaties, alles wordt in stereo weggeschreven. Maar we hebben toch de vraag gekregen van klanten, nou hartstikke leuk dat je het in stereo wegschrijft. Maar wat nou als één locatie afbrandt en er gaat dan ook nog in de andere locatie die overgebleven is ook nog een host of een schijf kapot. Ja, wat dan? En dan wil je eigenlijk ook op een dubbele beveiliging hebben. En dat is wat we dan noemen local failure protection. Dus we schrijven in stereo weg naar twee locaties. En dan hebben we ook nog extra redundancy per locatie. Dus dan heb je wel meer schijven nodig uiteraard. Maar zelfs het downgaan van een hele locatie en dan het downgaan van één node of van één schijf. Dat zorgt ervoor dat je nog steeds al je data tot je beschikking hebt. Dus een extra redundancy waar om het extra beschikbaar te maken. Nou, dan hebben we ook in 6.6 ook software encryption voor data at rest geïntroduceerd. Dus encryptie wordt natuurlijk steeds belangrijker om ook geëncrypted de data op die capacity hier weg te kunnen schrijven. Dus dat kunnen we tegenwoordig ook doen. Als je dat een beter gevoel geeft om die data encrypted op te slaan. En mocht dan iemand de schijven gaan stelen, dan kan die er niks mee, want het staat allemaal encrypted daar opgeschreven. Dus dat is ook wel iets wat heel veel gevraagd is in de markt. Nou, dan wat betreft VSAN 7 en 7.0 update 1. Dat zijn eigenlijk de laatste ontwikkelingen die we hebben. Die heb ik even samengebundeld op één slide. Wat hebben we eigenlijk als laatste features ook weer voor VSAN? Dus dat wat we al noemen het simpeler lifecycle management. En we hebben tegenwoordig dus de vSphere lifecycle manager. En daarmee kunnen we dus vSphere makkelijk gaan updaten. Ook de drivers makkelijker updaten. En ook weer de firmware makkelijker gaan updaten. En ja, dat is natuurlijk voor VSAN ook makkelijker. Dat je dus ook gebruik kunt maken van de nieuwste firmware vanaf de OEM-vendor. Dus dat is altijd meegenomen. Nou, we kunnen tegenwoordig ook integrated file services aanbieden. NFS 3.1 en 4.0. En we hebben zogenaamde enhanced cloud native storage. Dus ook voor containers kunnen we de ideale storage omgeving gaan aanbieden. Nou, in update 1 hebben we daar nog wat zaken bovenop gelegd. We noemen dat HCI Mesh onder andere. We kunnen dus meerdere VSAN clusters maken die elkaar kunnen opvangen. En mocht het zo zijn dat eentje in de ruimte problemen komt, dan kan die storage gaan bijlenen van zijn broertje of zijn zusje. Dus dat is wel heel mooi dat kan. We hebben data in transit encryptie. Dus we kunnen gewoon de data tussen de nodes kunnen we gaan encrypten. We kunnen flexible space efficiency doen. Dus alleen gebruik maken van compressie en niet van deduplicatie. Dus dat kun je los van elkaar ook gaan gebruiken. We kunnen gebruik maken van een shared witness. Dus in een robo-omgeving kunnen we zeggen, we hebben één witness. En dan kunnen we een heleboel nevenlocaties mee voorzien van de witness. Dus dat is een stukje efficiency wat we hebben. En ook de file services hebben we verder uitgebreid. Dus naast NFS kunnen we nu ook SMB, dus de Microsoft shares, gaan aanbieden rechtstreeks vanaf het VSAN. En we kunnen dus ook weer gebruik maken van Active Directory en Kerberos authenticatie. Dus het is een hele complete oplossing geworden. En zeker ook met de 7.0 update. Nou, de allerlaatste update die we dan hebben, die is de 7.0 update 2. En die is pas een paar weken uit. En daar kunnen we ook een VSAN gaan maken over RDMA. Dus als je zeg maar, ik heb een aantal nodes die zijn met de netwerkkaart aan elkaar gekoppeld.
Nou, op zich prima allemaal. 10 gigabit is natuurlijk hartstikke snel. 40 gigabit kan ook, maar ik wil het nog sneller hebben. Dan kun je gebruik maken van de remote direct memory access. Dus dan kun je eigenlijk de nodes zeer snel aan elkaar gaan koppelen. En dan kun je dus echt het allersnelste FaceTime gaan maken, wat je maar kan gaan bedenken. Dus dan is het eigenlijk gewoon één node geworden, wat dan verdeeld is over meerdere stukken hardware. Om dan het verhaaltje af te ronden, verschillende use cases, wat we al aangaven in het begin. We kunnen natuurlijk FaceTime overal voor gebruiken. Dus voor business critical applicaties, voor VDI, voor disaster recovery, test, dev, TMZ. Maar eigenlijk voor alles kunnen we FaceTime gaan gebruiken. Wat we ook al aangaven, VDI is natuurlijk ook een hele mooie use case. Dat je heel makkelijk ook, zeg maar, per bouwblok kan uitbreiden. Dan heb je 50 gebruikers extra, zit je één VDI bouwblok erbij. En dan is alles gewoon in één keer geregeld. Dus eigenlijk voor alle workloads kunnen we FaceTime gaan gebruiken. Nou, hoe kan je dan FaceTime gaan opzetten? Je kunt het vanaf losse componenten doen. Nou, dat raden we eigenlijk niet aan. Wil je FaceTime gaan gebruiken? Dan maak je gebruik in principe van FaceTime Ready Nodes. Dat zijn dus ook servers die al standaard compatible zijn met FaceTime. Dus dan weet je ook gewoon zeker dat het altijd werkt. Je kunt gebruik maken tegenwoordig van een aantal VLCM-supported stukken hardware. Dus kan ook die firmware kan automatisch mee geüpdatet worden. Dus dan heb je nog een streepje voor. En je kunt gebruik maken van VxRail van Dell EMC. Dus dan krijg je een kant-en-klare oplossing. En die haal je uit de doos. En dan stop je twee stekkers in het stopcontact. Twee netwerkkabels slaat je aan. En binnen 20 minuten draait daar de eerste VM op. Dus dat is echt een plug-and-play oplossing. Turnkey oplossing wordt dat ook wel genoemd. Als je dus helemaal niks zelf wil inrichten, dan kan je gewoon in één keer aan de slag met VxRail. Is helemaal kant-en-klaar. En dan zien we ook nog FaceTime toegepast worden in de cloud. We hebben alle cloud providers die maken ook gewoon gebruik van FaceTime. En daar krijg je dan vanzelf mee te maken. Nou, waarom houden klanten van FaceTime? Het is simpel. Eén tabblad, daarmee kun je alles doen. Het geeft heel veel performance en heel veel schaalbaarheid. Het geeft lage kosten omdat je gebruik maakt van standaard hardware. Je hebt de keuze wat voor hardware je gaat gebruiken van welke vendor. En je bent natuurlijk ook heel wendbaar. Je kunt heel snel schakelen om dingen aan te gaan passen. Dus dat is heel, heel prettig. Nou, in de tussentijd hebben we al meer dan 30.000 klanten wereldwijd. Ook een aantal Nederlandse klanten die erbij zitten. Friesland Campina ook, ziekenhuis, Engie. Dus het aantal klanten neemt nog steeds toe. Het is natuurlijk ook wel een hele uitontwikkelde omgeving. Dus eigenlijk alle features die je kan bedenken zitten er tegenwoordig ook al in. Dus het is een hele mooie oplossing om nu in te gaan stappen. Nou, als laatste dan even ook met oog op de tijd. Onze multi-cloud strategie of hybrid cloud strategie. Daarin heeft FaceTime ook een hele belangrijke rol. Dus we zeggen altijd, verbeter de wereld, begin met jezelf. Je begint altijd met je private cloud. In je private cloud heb je compute nodig, je hebt storage nodig in de vorm van FaceTime. Je hebt dan ook networking en security nodig. En we kunnen dat aanbieden als een bundel, zeg maar met VMware Cloud Foundation. En dat is een gestandardiseerde oplossing, gebaseerd op de VMware Validated Designs. En daar kunnen we eigenlijk alles op gaan draaien. Dus de server workloads, de container workloads en ook de VDI workloads. Dat is eigenlijk de ideale manier om gestandardiseerd met je datacenter bezig te zijn. En dat is ook heel belangrijk, omdat je natuurlijk ook te maken hebt met de cloud. En je wil zo makkelijk mogelijk, zo goed mogelijk, kunnen gaan koppelen met de cloud. Nou, alle cloud providers, dus ook IBM, Rackspace en OVH, wat vroeger vCloud Air was, die maken ook gebruik van VMware Cloud Foundation met ook weer FaceTime erin. Dus VMware Cloud Foundation on-premise met de cloud gaan koppelen, is natuurlijk super makkelijk. Je hoeft alleen maar die twee vCenters aan elkaar te knopen en je kunt heel makkelijk VM's op en neer gaan schuiven. Nou, alle andere cloud providers die hebben natuurlijk ook een heel stuk VMware daarin zitten. Die hebben ook VMware Cloud Foundation as a Service met FaceTime daarin zitten. Dus daar kunnen we ook weer een koppeling mee gaan maken. En dan hebben we ook nog een groep klanten. En die zegt ook van, ja, maar ik vind cloud vind ik eng. Ik wil mijn data wil ik gewoon op mijn eigen grondgebied houden. Dat kan ook. We noemen dat VMware Cloud on Dell EMC. Dan maak je gebruik van een Edge Data Center. Dus een extra stuk van je datacenter of een neven datacenter wat van jezelf is. Daar komt Dell EMC alle hardware binnenrijden in de vorm van VxRails. VMware zet er alle software op, die managt ook alles. En dan heb je gemaakt een Edge datacenter gekregen. Dus dan heb je wel de lusten, maar niet de lasten. De hardware wordt gemanaged door Dell EMC. De software wordt gemanaged door VMware. En jij kunt gewoon op je eigen grondgebied je VM's erop gaan plaatsen. Dus dat is ook een ideale manier om op iedere plek, zeg maar, alle soorten workloads te kunnen draaien. Nou, wat zijn dan de vervolgstappen? Alles staat op internet, www.vmware.com, products, FaceTime kun je alles gaan vinden. Je kunt de Hands-on Labs kun je gaan bekijken, is gratis. Kun je binnen 5 minuten gewoon in je browser gaan opstarten.
FaceTime Quickstart is heel leuk. Dat is een lab van een half uurtje waarin je natuurlijk wat inzicht krijgt, wat het is, hoe het eruit ziet, hoe het werkt enzovoort. En we hebben ook nog een lab over what's new in FaceSun, de laatste versie, Getting Started. Die is wat langer, daar kun je een paar uur mee aan de gang als je dat zou willen. Dus genoeg mogelijkheden om het te gaan uitproberen. We hebben een forum, communities.vmweb.com, waar je dus tips en trucs kunt lezen en ook eventueel vragen kunt gaan droppen. En we hebben ook heel veel op YouTube staan. We hebben bijvoorbeeld FaceSun in 3 minuten. Als je dit verhaal nog een keertje in 3 minuten wil horen, dan zijn er hele mooie YouTube-knopjes van om dat op die manier nog een keertje te gaan bekijken. En dan komt alles nog een keertje voorbij. In drie minuten. Dan ben ik klaar. En dan is het nog net tijd, geloof ik, toch? Ja, helemaal goed. Hey, hartstikke bedankt, Rob. Ja, ik wilde eigenlijk proberen om jouw verhaal een beetje te gaan samenvatten. Maar dat valt natuurlijk, dat valt natuurlijk niet mee. Dat valt niet mee. Nee, kijk, we hebben een aantal mooie, ik noem het dan even specificaties van FaceSun gezien, hè, wat dat allemaal kan, qua functionaliteiten. Maar ik denk wel dat er met de rode draad door jouw verhaal is wel dat alles gericht is op het om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de persoon die het moet beheren. Precies. Maar ben je het daarmee eens? Ja, ben ik het mee eens. Dus uiteindelijk is het natuurlijk consistency, zoals dat heet. Hè. Dus op het moment dat je dingen gelijk gaat trekken en gewoon overzicht krijgt, dan is dat handiger schakelen, als dat je natuurlijk allemaal verschillende dingen hebt die allemaal verschillende dingen doen. Dus uiteindelijk ook wil je gewoon overzicht hebben en ja, het feit dat het allemaal gewoon goed compatibel is met elkaar is. Hey, super. Ik kijk even naar de Q&A, maar ik zie geen vragen staan. Dus ik denk dat jouw verhaal heel helder is. Nou, gelukkig. Ik heb nog wel een vraag en dat kan misschien komen dat ik dan toch stiekem niet goed geluisterd heb. Maar je had het over die strijd per object en de failures to tolerate. Mm-hmm. Die twee, die kunnen we toch combineren of niet? Uiteraard. Je kunt alles combineren. Hè? Dus je kunt ook zeggen, ik wil 12 stripes hebben en ik wil failures to tolerate op 3 hebben staan. En dan heb je eigenlijk ook 48 schijven. Dus je hebt 4 kopieën van alles en dan over 12 stripes. Dan heb je 48 schijven die voor 1 VM aan het werk staan. Dus dat kan allemaal. Ja. Dus je kunt alles combineren. Een vraag die ik ook vaak krijg is, kan je FaceSun combineren met andere storage? Ja, uiteraard. Dus het is niet zo dat je alleen maar FaceSun kunt hebben in je omgeving. Je kunt FaceSun hebben, je kunt een NAS hebben, je kunt een SAN hebben, je kunt directe storage hebben. Kun je allemaal combineren. En je kunt ook allemaal storage vMotions gaan doen van de een naar de ander. Dus alles kun je combineren bij VM. Ja, hartstikke mooi. Hebben we voor de mensen die kijken nog een paar vragen? Die ziet u al even op het scherm staan. De eerste vraag is, hoe waardeert u de informatie over FaceSun? En de tweede vraag is, heeft het u geholpen om wat meer inzicht te krijgen? We zijn heel benieuwd naar jullie antwoorden. Ik wil jullie bedanken voor het invullen. Dan gaan wij denk ik afronden. Ik zie geen openstaande vragen meer staan. Mochten er mensen zijn die toch nog vragen hebben, dan hoor ik ze graag. Ik heb nog wel een vraag, hè, Rob. Vind je dat goed? Ja, prima. Ja. Kijk, wij sparren regelmatig met klanten over het ontwerp van een nieuwe infrastructuur. En wat ik dan vaak hoor is, als ik nou traditionele storage koop, dan heb ik een SAN en er zitten dan 2 controllers in. Dat biedt me dan een bepaalde redundantie. Mm-hmm. Als ik dan iets met VMware of met FaceSun doe, en er gaat ergens in die software wat verkeerd, dan heb ik helemaal niks meer. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, ergens in de software. Uiteindelijk is het natuurlijk ook een gedistribueerde oplossing. Dus er kan altijd een node bij zitten die het niet doet. Maar goed, dat wordt dan opgelost door andere nodes natuurlijk. Dus het is gedistribueerd. En mocht er iets tussen zitten wat niet werkt, mocht een hele node niet werken, mocht een controle niet werken, mocht een node er raar gaan doen enzovoort. En dan wordt dat opgevangen door andere nodes weer. Dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Nee, maar als er dan bijvoorbeeld echt een bug in VMware zit, het wordt natuurlijk goed getest, dat begrijp ik, maar is het dan denkbaar dat alles plat gaat? Of zeg je, dat is zo goed getest?
Is uiteraard heel goed getest. De firma heeft natuurlijk 500.000 klanten, waarvan meer dan 30.000 al gebruik maken van FaceSan uiteraard. Dus alles wordt uiteraard goed getest. Het is veilig om te gebruiken. Maar goed, normaal gelden natuurlijk altijd alle andere zaken die ook voor andere storage oplossingen gelden. Je moet natuurlijk altijd backups maken. Ja, want er kan altijd iets gebeuren. Er kan ook een disaster gebeuren in je datacenter. En daar moet je ook tegen beschermd zijn. Dus je moet sowieso backups maken, ongeacht welke storage oplossing je hebt. Dankjewel. Als laatste zou ik nog aan de mensen willen vragen die gekeken hebben. Heeft u wat feedback voor ons? Wij willen hier ook van leren en ook beter in worden. Daarom komt nu het laatste polletje erin. De eerste vraag is, was het wat u ervan had verwacht? En dan zijn de antwoorden, ja, de webinar voldeed aan mijn verwachting. Al had het voor mij wat uitgebreider gemogen. Of nee, ik heb niets nieuws geleerd. Of nee, ik vond het te technisch en te ingewikkeld. En vraag 2 is, wat voor cijfer geeft u de webinar op een schaal van 1 tot 10? En dan zit een cijfer tussen de 1 en de 10. En ik zie nog een vraag binnenkomen, Rob. Dus die wil ik je graag nog even stellen. Ik zie hem ook binnenkomen inderdaad. Hoe ziet de migratie naar FaceSan eruit? Dat is een hele goede vraag, denk ik. Eigenlijk heel simpel. Ik gaf ook al even aan. Het aanzetten van FaceSan is één vinkje binnen je cluster. Dus uiteindelijk ook kun je FaceSan op ieder moment aanzetten. Je kunt ook zeggen, met de migratie naar een nieuwe versie ga ik FaceSan aanzetten. Je kunt daar het meest handige moment natuurlijk voor uitkiezen. Dus je FaceSan kan je eigenlijk op ieder moment aanmaken. Vanaf dat punt kun je een storage remote doen naar je FaceSan. Dus het kan op een hele makkelijke, geleidelijke manier zonder downtime als je dat zou willen. Ja, dus je kan je virtuele machines gewoon storage remote naar het FaceSan clusteren. Ja, en ook weer terug als je dat zou willen. Dus het is gewoon een storage manier, zeg maar, die je kunt gaan gebruiken. Dus als je zegt, nou, ik heb een SAN en dat SAN wil ik gaan uitfaseren bijvoorbeeld. Dan kun je zeggen, nou goed, alle VM's draaien op dat SAN. Ik maak er tussenuit een FaceSan aan en ik ga een storage remote doen naar dat FaceSan. Totdat dat hele oude SAN leeg gespeeld is en dan ga ik die uitfaseren. Dus kan heel handig. Dankjewel. Ik hoop dat de vraag ermee beantwoord is. Als je nog aanvullende vragen hebt, zet ze er gerust in. Dan geven we daar graag antwoord op. Rob en ik blijven nog even hangen. Mochten er nog meer vragen zijn, dan beantwoorden die graag. Maar in principe is de webinar afgelopen. Dus ik wil iedereen hartelijk danken voor zijn aanwezigheid. En alvast eet smakelijk wensen.